Het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur, heeft evenals vele bedrijven en kantoren vandaag het jaar 2017 afgesloten. Volgens de waarnemend directeur Mike Antonius heeft het bedrijf niet alle voorgenomen plannen kunnen uitvoeren, maar er zijn sowieso zaken die wel zijn gerealiseerd, benadrukt hij. Antonius wil daarom een ieder die heeft meegewerkt aan het uitvoeren van de plannen een hart onder de riem steken. Het nieuwjaar ligt nu nog voor ons, zegt Antonius. Een kick-off gehad van het Telesuur Nationaal Breedbandproject. En dat is voor ons bijzonder geweest, omdat we daarmee een officieel moment hebben gehad waarbij we de basis gaan leggen voor de ICT-sector voor de komende 30 jaar. Er gaan dingen veranderen in Suriname. We gaan in ieder geval ervoor zorgen dat er meerdere internettoepassingen mogelijk zullen zijn doordat we ons vaste net dusdanig gaan uitbreiden. Internet of Things moet niet iets zijn dat we alleen maar overlezen, maar dat moeten we believen. En dat houdt zoveel in dat als wanneer je de volgende keer een koelkast of een airco moet gaan kopen, dan let erop als Internet of Things mogelijk is ermee. Daarmee bedoel ik zoveel als van kijk als er een app is die je kan koppelen aan je airco of aan je koelkast om het bijvoorbeeld van huis uit aan te maken, je airco van op straat aan te maken zodat voordat je thuis bent, is je huis al koel. Antonius zei verder dat hij met een tevreden gevoel terugkijkt op het haast afgelopen jaar. Per 13 december heeft het bedrijf de jaarlijkse vergadering gehouden met de eigenaren van Telesuur. Hij geeft aan wat er tijdens die vergadering is besloten. En daar is er uiteindelijk décharge verleend over de jaarrekening 2015. We zijn heel lang bezig geweest met dat stuk en we hebben uiteindelijk de cijfers zodanig gepresenteerd dat ze een betere weergave zijn van de werkelijkheid. En daarin hebben we in plaats van een verlies een winst gehad van $2 miljoen, wat op zich al bijzonder positief is. Ik werk er persoonlijk aan om in volgende maand, per 1 januari, de jaarrekening 2016 af te hebben. En dan werken we er vervolgens aan dat we vanaf dat moment alles onttrek hebben wat betreft onze financiële huishouding. Dat is een hele uitdaging geweest en we hebben alles in het werk gesteld. Ook zelfs een van de grootste 4 accounting firms naar Suriname gehaald om door onze boeken heen te gaan om ons te wijzen op dat alles richtig moet verlopen. En dat heeft Deloitte voor ons gedaan en we hebben daarin een heel goed traject weten af te ronden. Mike Antonius, waarnemend directeur van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur. Hij sprak vanmorgen tijdens de jaarlijkse afsluiting van Telesuur op het complex aan de Tweede Rijweg.